vandaag zijn we hier om het hoogste punt te vieren. Dat we die bereikt hebben met de bouw van het nieuwe kerkgebouw hier in Breda. Wat we gaan doen is, we gaan een beetje een ceremoniële invulling geven. We hebben mooie sprekers die wat vertellen over hun plek hier in de wijk Breda. En waarom dit zo'n mooi bijzonder gebouw is. En hoe blij we hiermee zijn dat wij het voorrecht hebben om zo'n mooi gebouw te mogen hebben hier in Breda. Het is een groen gebouw, dus er is ook gedacht aan hoe het voor de schepping alle aandacht heeft en eerbiedt. En dat is ook iets wat we uit willen stralen. We gaan de vlag hijsen op de hoogtewerker. Bisschop Speksnijder gaat hem daarin hangen. En we gaan een heerlijk gebakje met elkaar eten en wat drinken. En gezellig nakletsen en verder praten over dit mooie gebouw. Gewoon heel bijzonder is dat ik ben in Breda opgegroeid en ik heb hier de ontwikkeling van de kerk meegemaakt. Mijn ouders waren echt pioniers binnen de kerk. We zijn eigenlijk van een klein theehuisje aan het Wilhelminapark. Daar zijn we uitgegroeid tot een gehuurde ruimte, tot een kleine gekochte ruimte, tot een kerkgebouw aan de Monsieur de Vetstraat en nu dit gebouw op deze hele super bijzondere plaats en een gebouw met alle voorzieningen. Dat maakt me gewoon heel nederig en gelukkig. En dankbaar om dat mee te kunnen maken. Het favoriete deel voor mij is het, eigenlijk het ontwerp in zijn geheel. Je krijgt een plattegrond aangereikt van de kerk. En eigenlijk een plan wat eigenlijk standaard is. En om er dan een nieuw mooi ontwerp wat passend in de omgeving van te maken. Met die fantastisch mooie uitstraling. Met een prachtige toren en een fantastisch mooi dak en gevel. Ja, dat is het mooiste, om dat dan te zien ontstaan binnen de wensen en de verlangens die de kerk ook heeft op dat gebied. Dus ja, daar ben ik toch wel blij en ook wel trots op dat we dat hebben kunnen realiseren. En wie je ook tegenkomt, ze zijn er allemaal heel erg blij en gelukkig mee met hetgene wat er nu gerealiseerd is. Dus ja, dat is de uitdaging, maar ook het mooiste om dat te ervaren. Project has been very exciting for me as a church project manager. Many of our buildings look very similar, but this one is quite unique in terms of the whole design of the exterior. It has been designed uniquely for this location and this site. Het is heel duurzaam, want tegenwoordig kan je geen gebouw meer maken met een gasaansluiting. Dat kan niet meer. En deze kerk mocht ook geen gasaansluiting krijgen. Dat betekent dat je een warmtepomp moet gaan aanleggen. Dat hebben we ook gedaan. Achter in het terrein staat die warmtepomp. Een fantastisch mooi systeem om de warmte op te wekken en de ventilatie te voorzien. Daarnaast, zoals je ziet achter me, hebben we een groen dak voor de regenaccumulatie. Dat is heel duurzaam ook natuurlijk. Zo zijn we heel duurzaam bezig in deze kerk. Dan zullen we zoveel mogelijk energie besparen en de natuur besparen. So this building is designed around a footprint the same as Zoetermeer. Originally the building here was to be very similar to the one in Zoetermeer, but some different external finishes. But the city were looking for something more unique to this very special site next to the Polish memorial. And as such we were able to redesign the exterior, which is now unique for the church. For this site, so it's been designed on the same footprint, but is a different design. As you can see, it incorporates the green roof, and the design is quite different, as is the spire. So the one at Zoetermeer is more of a tower on the front with a pinnacle. This is much more unique to add to the design, which is more modern, we feel in look, but also still has that feel of a church building. Als communicatiebestuurder van Nederland vind ik het heel bijzonder om deel uit te maken van deze viering. Ik heb zelf ook een binding met Breda. Mijn moeder is een bekeerling in Breda, dus voor mij is het extra bijzonder om hier deel van uit te maken. En ook voor communicatie biedt het zoveel mogelijkheden om weer relaties te leggen met de mensen hier in de omgeving, Prinsenhagen.
en samen te werken om dienstbetoonprojecten te doen en allerlei andere dingen om bij te dragen aan de samenleving hier. Dus we zijn ontzettend enthousiast. Okay, dit kerkgebouw staat natuurlijk op een hele bijzondere plaats. Hiernaast is het een Pools ereveld waar mensen liggen die in de oorlog hebben gevochten voor onze stad. Heel veel Poolse mensen komen hier naartoe, dus we hopen ook dat tijdens bijzondere activiteiten voor hun dat het kerkgebouw open kan. En dat ze hier ook gebruik van kunnen maken om even wat warmte te zoeken en even wat liefde te vinden van ons. Uiteraard de leden van de kerk zelf ook, die zullen hier graag samenkomen. We hopen ook mensen hier uit de buurt, ongeacht van welke geloofsovertuiging dat je bent of dat je misschien niet eens in God gelooft, kom hier gewoon om wat warmte en wat liefde te voelen en te ervaren. Want die delen we graag.